nog maar weinig tijd. Kijk, Pluk ligt te slapen in zijn wagentje. Pluk was nu eindelijk aan de overkant van de rivier. En de mist was helemaal weg. Maar het was avond geworden. Nadat hij een half uurtje had gereden in zijn kraanwagentje, was het pikken donker. Ik moet naar de Hasselerwaard, zei Pluk hardop tegen zichzelf. Maar waar zou dat zijn? Ik zie helemaal niet meer waar ik ben. Het was een heel stil weggetje waar hij op reed, met aan allebei de kanten bomen. Maar zijn koplampjes gaven maar heel erg weinig licht. En hij kon niet eens zien of er ergens huizen waren of misschien wel boerderijen. Hij zag alleen maar de berm en de bomen. En hij bleef rijden totdat de weg zich in tweeën splitste. Oh, ik zie helemaal geen wegwijzer. Ik zie geen enkel bordje, dacht Pluk. Moet ik nou rechts of moet ik nou links? Hij zette zijn wagentje aan de kant en hij haalde de schelp weer uit zijn zak. Moet ik rechts of moet ik links, vroeg hij. Maar de lispeltuut, die gaf helemaal geen antwoord. Het was een dode, lege schelp geworden en hij ruiste zelfs niet meer. Zou die nog steeds boos zijn? Pluk was een beetje kribbig geweest tegen de lispeltuut eerder op de dag. En hij had hem niet geloofd toen hij de weg wees. Waarschijnlijk moest je met een lispeltuut ontzettend voorzichtig zijn. En moest je hem altijd geloven, want anders werd hij boos en dan wilde hij nooit meer de weg wijzen. Ik zal het hem maar vragen, zei Pluk. Hij bracht de schelp tot dicht bij zijn mond en hij fluisterde. Ben je nog boos, lispeltuut? Wil je me niet nog één keertje de weg wijzen? Het spijt me echt dat ik zo onaardig tegen je was en dat ik je niet heb geloofd. Maar er kwam geen enkel geluid uit de schelp. Pluk zuchtte, maar hij gaf het niet op. Hij praatte door. Het is al dinsdagavond, lieve lispeltuut. En donderdag gaan de bulldozers aan het werk in de torteltuin. En dat is al overmorgen. En ze zullen alles vernielen. De hele torteltuin met alles erin, met alle dieren en alle planten. Als er niet heel gauw hulp komt en de enige die ons kan helpen is de kluizelaar en die moet hier ergens wonen. In de Hasselerwaard. Maar waar is de Hasselerwaard? Zeg nou toch wat, lispeltuut, alsjeblieft. Maar er kwam geen antwoord. Pluk deed de schelp weer in zijn zak en hij nam een dekentje dat hij had meegenomen, wikkelde het om zich heen en dacht verdrietig, ik ga slapen. Het heeft geen zin om te zoeken in het pikken donker naar een kluizelaar. Hij at zijn laatste boterham. En daar zat Sjem op. Boven hem ruiste de wind in de toppen van de bomen. En het leek net of de takken al ritselend zeiden, je komt te laat, Pluk, te laat, Pluk. En van al dat geritsel en geruis viel Pluk in slaap. Doodmoe, nog voordat hij zijn boterham op had gegeten. En ook in de pettenflat was het nacht. En iedereen sliep. En het hele park sliep. En in de torteltuin sliepen alle dieren. Behalve een oude uil die de wacht hield bovenop een tak, die af en toe oeh riep. De enige die niet kon slapen was meneer Penn van het boekwinkeltje. Hij lag met een nieuwe pyjama aan in bed, in een kamertje achter in zijn winkel. En hij kon niet slapen omdat hij ongerust was over Pluk. Oh, ik had die jongen nooit alleen moeten laten gaan, dacht hij. Het is maar een kleine jongen met een klein kraanwagentje. En de hele dag was er mist, hele dichte mist. Stel je voor dat hij in het water is gereden. In de rivier de Waas? Of stel je voor dat hij verdwaald is? Meneer Penn werd hoe langer hoe banger. En dadelijk toen hij het eerste daglicht zag, stond hij op en ging buiten op de stoep staan in zijn mooie nieuwe pyjama. Kijk, daar staat hij. Het was nog ontzettend vroeg en er was helemaal niemand op straat. Maar gelukkig, na een tijdje, kwam Dolly aanvliegen. Raad eens wat ik heb gezien, zei ze, zonder goeiemorgen te zeggen. Sorry. Ze was erg opgewonden, dat was duidelijk. Zeg het maar, zei meneer Penn. 100 miljoen tegels, riep Dolly. En ze zijn gisteravond met vrachtwagens vol met tegels aangekomen. Ze liggen op stapels in het park, vlak bij het weggetje naar de torteltuin. Je denkt toch niet dat ze vandaag al gaan beginnen? Vroeg meneer Penn angstig. Ik weet het niet, zei Dolly. Let dan erg goed op, zei meneer Penn. Stel je voor dat de bulldozers straks beginnen. Je moet me direct waarschuwen.
Dan moeten we proberen om zoveel mogelijk dieren in veiligheid te brengen. Oh, had ik Pluk maar niet weggestuurd. Die had kunnen helpen met zijn kraamwagentje. Misschien is hij wel verdwaald geraakt in de mist of in het water gereden. Maar ik ben zo bang dat hij de kluizenaar helemaal niet gevonden heeft. Zal ik Pluk gaan zoeken? Vroeg Dolly. Ik vlieg heel snel als het moet en ik weet waar de rivier de Waas is. Meneer Penn wijfelde even en zei toen, dat is aardig van je, maar we hebben je hier nodig, Dolly. Jij moet vandaag op de torteltuin letten of er nog iets gebeurt. Oké, zei Dolly. Ze was eigenlijk een beetje opgelucht, want eigenlijk wist ze helemaal niet zo goed de weg naar de Waas. En toen klonk er boven hun hoofd een schel gekrijs. Ahoy! Oh, het is Karel, zei meneer Penn blij. En ja hoor, het was Karel met de houten poot. Wil jij vandaag Pluk achterna gaan? Schreeuwde meneer Penn. Hij is aan de overkant van de Waas, in de Hasselerwaard, om de kluizelaar te zoeken. Komt in orde, riep Karel. Ik ga al. Ahoy! Wacht even, niet zo haastig, riep meneer Penn. Weet je nou wat ik precies gezegd heb? Joehoe, riep Karel. Zeg het dan nog eens. Ik moet naar de overkant van de Waas, riep Karel. Ja, en verder. En dan moest ik zoeken naar de Hasselaar, zei Karel. Nee, meneer Penn stampte met zijn voet op de grond en zei, kom nou eens even rustig hier. Al vliegend kunnen we helemaal niet praten. En toen Karel op een paaltje was gaan zitten, vertelde meneer Penn hem langzaam en duidelijk wat er aan de hand was. En hij legde Karel uit waar hij moest zoeken. Ik weet ook niet precies waar de Hasselerwaard is, zei hij, en waar de kluizelaar precies woont. Maar ik denk dat je Pluks kraanwagentje wel zult vinden, met je scherpe ogen, Karel. En help hem dan zoveel mogelijk en zeg hem dat hij vanavond thuis moet zijn. Want morgen vroeg beginnen de mannen met de bulldozers in elk geval. Haast je, Karel, en schiet een beetje op. En denk erom dat je... Mag ik nou eindelijk eens gaan, riep Karel. Als u de hele dag tegen me blijft praten, dan haal ik het niet meer. Ga maar, zei meneer Penn. En daar ging Karel. Met 3 grote vleugelslagen was hij uit het zicht. Naar het zuiden, naar de Waas. Morgen lezen we van het Hasselbosje.